Het is een uitverkocht huis vandaag, concertgebouw. Nederland schreeuwt om cultuur in allerlei steden, ook hier in Amsterdam. Maar er zijn nog genoeg mensen die vandaag feest vieren in Amsterdam in het concertgebouw. 50 jaar zaterdagmatinee. Dit is artistiek leider van de matinee, mijn naam is Kees Vlaardingenbroek. Ik ben artistiek leider en programmeur van de NTR zaterdagmatinee. Namens Radio 4, de NTR en het Muziekcentrum van de Omroep wil ik u graag van harte welkom heten bij dit speciale jubileumconcert. Ter gelegenheid van het 50ste seizoen van de zaterdagmatinee en het 65-jarig bestaan van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Dames en heren, ik heb een speech voorbereid, maar ik heb hem maar thuis gelaten. Niet omdat hij zo ontzettend slecht was, geloof ik, maar wel omdat u wel weet wat ik wil gaan zeggen. Dat natuurlijk de NTR zaterdagmatinee onmisbaar is in het Nederlandse muziekleven. Dat het muziekcentrum... Dames en heren, hartverwarmend. Er waren nog een paar momenten waar uw applaus nodig was. Het kan misschien een lange toespraak worden, dan toch nog. Want wat ik vervolgens wilde zeggen was... natuurlijk, dat moet het muziekcentrum Omroep van de Omroep, dat moet blijven. En... u kent het verhaal en u steunt ons al massaal, heeft dat ook al gedaan. En wij van onze kant willen u daar heel hartelijk voor bedanken. Maar, dames en heren, deze regering lijkt doof voor alle protesten. De regering houdt vast aan keiharde bezuinigingen op kunst en cultuur. Oneerlijke en visieloze bezuinigingen bovendien. En wanneer argumenten niet meer tellen, dan moet je wel schreeuwen. Nou, en het zal u niet zijn ontgaan, vandaag zijn er overal in het land speciale acties onder de noemer Nederland schreeuwt om cultuur. En ik wil u ook vragen deze actie te steunen. Hier en nu. U heeft al laten horen hoe geweldig u dat kunt. Maakt u zich geen zorgen, ik ga u nu niet vragen om het dak van het concertgebouw af te schreeuwen. Maar wat zou het geweldig zijn als u nog één minuutje wilt opstaan en dat prachtige applaus nog een keer wilt herhalen en dan het als applaus voor de kunst. Voor de zaterdagmatinee, voor het muziekcentrum van de Omroep. Ook de zaterdagmatinee doet mee, schreeuwt mee om behoud van cultuur. Hou kunst levend in Nederland. En kort dames en heren, nogmaals hartelijk dank. Ik denk dat ze het tot in Den Haag hebben horen donderen. Rest mij nog u een schitterend jubileumconcert toe te wensen. En ik geef nog even het woord, en dan gaan we echt met het concert beginnen, aan John Adams zelf. Dank u wel.
Dat was Kees Vlaardingenbroek. Dan nu componist en dirigent John Adams, die zometeen het Radio Philharmonisch Orkest dirigeert. Leden daarvan in La Création du Monde van Darius Milhaud. Maar eerst het woord aan Adams zelf. This marvelous treasure of a cultural institution, the Radio Philharmonic and the Radio Choir, are known throughout the world. Every musician of any understanding in the United States, where I come from, loves this group, wants to play with them, and has the highest regard for them. It's simply unthinkable. It passes understanding that anyone would want to pull the plug and destroy one of the great cultural institutions of the Netherlands. I don't need to tell you that. Those of you that are here and those that are listening on the radio already know this and already are converted. So what we need to do is to get the word out to other people in the country to make them understand how critical it is to save this precious institution. It's been a huge honor for me. I've been coming here for, I think, 15 years to work with the Radio Philharmonic. The piece that we hear this afternoon, City Noir, was co-commissioned, and it's my enormous pleasure to be able to give the Dutch premiere of City Noir for you with this great orchestra. Thank you very much. John Adams, zegt hij, net de reputatie van het Radio Philharmonisch Orkest van het Muziekcentrum van de Omroep, Grote Omroepkoor, is enorm wereldwijd.
Thank you.
Thank you.
dirigent John Adams loopt alle 18 leden van het Radio Philharmonisch Orkest af en geeft ze een handje, een klop op de schouder, als dank voor La Création du Monde uit 1923 van de Fransman Darius Milhaud, die dus een jaar eerder was dan George Gershwin. Eigenlijk is hij de uitvinder, Milhaud. En Gershwin volgde met The Rhapsody in Blue een jaar later. Die vrijage tussen jazz en klassiek die uitmondde in De Schepping van de Wereld. Gebaseerd aan de ene kant op dat bezoek aan Harlem van Milhaud in New York. En aan de andere kant geïnspireerd door een oud-Afrikaans scheppingsverhaal. 1923, oerstuk, om het zomaar te noemen, een scheppingstuk dat over de schepping gaat. Darius Milhaud. Nou, als je het over de schepping hebt, dan, als die voltooid is, dan zijn er mensen. En die mensen die groeien op. En die mensen hebben lief. En die mensen gaan trouwen. Straks de boerenbruiloft. Svadepka Lenos van Igor Stravinsky. In première gegaan. Een paar maanden voor La Création du Monde. Om precies te zijn 13 juni 1923. Iets westelijker gelegen in Parijs dan de première van La Création du Monde. Wat een rijke tijd was dat, de jaren 10 en 20 in Parijs. Goed, zometeen Lenos van Igor Stravinsky. Dat hij bedacht voor vocale solisten. Ja, ze applaudisseren al. Het publiek van de matinée in het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ze klappen te vroeg. Want nu komt het, om het maar zo te zeggen, het minst problematische deel op. Namelijk het koor. De vocale solisten, het koor, daar was Igor Stravinsky het eigenlijk al vanaf het begin af aan. Daar was hij over uit. Zo ga ik het doen. Maar hij heeft geworsteld met de orchestratie, de instrumentatie, als nooit tevoren en nooit meer daarna. Geen enkel stuk heeft hem zoveel moeite gekost als Lenos. Hij bedacht het uiteindelijk voor 4 piano's, 4 slagwerkers en koor. Maar hij had nog een andere versie in gedachten die vorig jaar in Nederland pas in première is gegaan. Voltooid is door de Nederlandse componist Theo Verbeij. En er zat een mechanische piano in, een harmonium in en nog wat kleine instrumenten. En dat gaf je wel echt het gevoel van een boerenbruiloft. Maar als een oude man herinnerde hij zich, Igor Stravinsky, ik dacht vroeger, toen ik jong was, aan een versie, een andere, waarvan het nooit gekomen is. Eén voor een monsterorkest. Denk maar aan Le Sacre du Printemps, dat oer-Russische vroege ballet van hem. Maar daar is het nooit van gekomen. Dat heb ik nooit gemaakt. En wie weet is er nooit een noot op papier verschenen van die versie, die orkestrale versie van Igor Stravinsky voor Lenos, voor de boerenbruiloft. Wat wil het geval? De Amerikaan Stephen Stuckey heeft in 2005 een duit in dat zakje gedaan en heeft postuum Igor Stravinsky toch een orkestrale versie gegeven van Svadepka. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar dat zo, dat zal nog wel een minuutje of 10 duren. Want nu is het tijd voor een heel groot changement op het podium van de matinée. En nu snap je eigenlijk ook wel waarom het eigenlijk nauwelijks te doen is. Ook al is op papier die combinatie en in de praktijk ook zo ontzettend mooi. La Création du Monde van Milhaud en dan Lenos. Eerst de schepping van de wereld en dan de bruiloft tussen twee geliefden. Die wil het zo graag horen. Die twee stukken die in 1923 ontstaan zijn. Maar het is een monster van een changement waar we net aan begonnen zijn. Dus over een minuut of 10 kunt u het begin verwachten van Lenos. Kijk mee vandaag op cultura.nl of het digitale televisiekanaal. U kunt ook kijken bij radio4.nl, want daar is de webcast ook te zien. En ik zei het al even, het programmaboekje van vandaag kunt u downloaden op www.zaterdagmatinee.nl. Zullen we die Stephen Stuckey, die we eigenlijk nu tegenkomen als een arrangeur, als een orkestrator in de muziek van Igor Stravinsky, even, heel even op eigen benen laten staan als componist van eigen werk voor piano. Pianiste Gloria Cheng speelt de komende minuten werk van componist, de Amerikaan Stephen Stuckey. Thank you.
En dat was de Amerikaanse componist Stephen Stuckey in eigen werk uit de Four Album Leaves voor piano speelde pianiste Gloria Chang. Nou, ik denk dat het wel meevalt met het grote changement, want nu gaan de eerste leden van het Radio Philharmonisch Orkest al zitten. Zometeen het Radio Philharmonisch Orkest, groot omroepkoor, beiden dit jaar 65 jaar tijdens dit jubileumconcert 50 jaar NTR zaterdagmatinee. Les Noces, de boerenbruiloft van Igor Stravinsky in de orkestratie van Stephen Stuckey. Svetlana Vasileva, sopraan. Elizabeth Sikora, mezzosopraan. Marcel Beekman, tenor. David Wilson Johnson, bas en dirigent zometeen. En na de pauze komen we hem tegen als componist John Adams. De bruid heft een klaagzang aan om het naderende verlies van haar maagdelijkheid. Ten teken van de aanstaande huwelijkse staat ontbinden de bruidsmeisjes de enkele vlecht van het ongetrouwde meisje en vervangen die door de twee vlechten van de getrouwde vrouw. De moeder van de bruid roept de heilige maagd Maria aan. Volgende scène. Elders bereiden de bruidegom en zijn vrienden zich op de bruiloft voor. Van het haar van de bruidegom wordt onder aanroeping van de apostelen, de engelen en de heilige maagd al evenveel werk gemaakt. De sfeer is triomfantelijk en terwijl de zegen wordt afgesmeekt bereikt de muziek een denderende climax. De bruid wordt gezegend door de ouders en verlaat het huis. De beide moeders klagen. De voltrekking van de huwelijksceremonie vindt buiten hun aanwezigheid plaats. De bruiloft tot slot. Liederen, kreten, dronkenschap. Nadat speciaal daartoe uitverkorenen bruiloftgasten het bed hebben opgewarmd, wordt het nieuwe paar plechtig naar de slaapkamer geleid. Er klinken klokken. Dit is Les Noces, Svadebka, de boerenbruiloft van Igor Stravinsky in de orkestratie van Stephen Stuckey. Eerste uitvoering in Nederland. We zijn heel benieuwd hoe dit meesterlijke stuk van Igor Stravinsky gaat klinken in de orkestratie van Stephen Stuckey. Vocale solisten, groot omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van John Adams. Oh!
Thank you.
Thank you.
Und wir werden das wieder einsetzen. Und wir werden das wieder einsetzen.
De muziek van Igor Stravinsky die we nu hoorden, Lenos, Svadebka in het Russisch, in het Nederlands de Boerenbruiloft. Hij klinkt wel 1000 jaren oud, zo archaïs, zo'n oergevoel krijg je bij deze Boerenbruiloft ergens verstopt op het Russische platteland. Het stuk is nog geen 100 jaar oud, 1923, en de versie die we vandaag hoorden hadden we nog niet eerder gehoord in Nederland. Want de Amerikaan Stephen Stuckey heeft een droom, of flarden van een droom, van Igor Stravinsky gerealiseerd. Hij dacht eraan, Stravinsky, zo tussen 1914 en 1917... om zo'n soort versie te maken, een grote orkestrale versie. Maar daar kwam het niet van. Ja, het koor was er wel, vandaag het Groot Omroepkoor, ingestudeerd door James Wood. En de vocale solisten, dacht hij ook wel aan, de vier. Svetlana Vasileva, sopraan. Elizabeth Sikora, mezzosopraan. Marcel Beekman, tenor. Bas David Wilson Johnson. Maar hij zat met die instrumentatie in zijn maag. Hij kwam uit op 4 piano's, 4 slagwerkers. Vorig jaar ging tijdens het Grachtenfestival in Nederland de nieuwe versie die Theo voorbij gemaakt heeft. Want met die gedachte speelde Stravinsky ook. Werd ook niet gerealiseerd. Daar zat een mechanische piano in, daar zat een cymbalom in, daar zat een harmonium in. En vandaag wordt postuum, wie weet, wel een droom van Igor Stravinsky opnieuw waarheid. Lenos van Stravinsky, zoals we hem nog niet eerder waren tegengekomen. En het klokgelui aan het eind is een typisch Russisch fenomeen. Je komt de klinkende klokken ook tegen in de muziek van Mussorgsky. Denk maar aan de opera Boris Godunov. Of bijna in alle muziek van Sergei Rachmaninov. Kerkklokken, beieren in muziek van Russen. En dit is misschien wel Igor Stravinsky's meest Russische muziek. Dat hij schreef na De Vuurvogel, na Petrushka, na Le Sacre du Printemps. Toen bestond het idee voor Lenos al.
Uiteindelijk voltooid in 1923, in hetzelfde jaar dat La Création du Monde van Darius Milhaud in Parijs in première ging. Het stuk dat we als eerste hoorden vandaag in dit jubileumconcert. 50 jaar zaterdagmatinee. Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor. U hoort het aan het gejuich. Dit is feestgejuich, maar het is ook een protest. Want Nederland protesteert vandaag, schreeuwt om het behoud van kunst en cultuur. Alles van waarde is weerloos. Het was 23 september 1961 toen de eerste matinee op de Vrije Zaterdag, zoals die toen heette, werd uitgezonden live op Radio 4. Nou, de Radio 4 bestond nog ineens, moet je nagaan. Het werd op de radio uitgezonden. Radio Philharmonisch Orkest toen, Groot Omroepkoor ook toen, onder leiding van Jean Fournet. Het idee was een jaar daarvoor ontstaan, want de Vrije Zaterdag was een feit geworden. En men dacht bij de VARA toen, weet je wat, we gaan die Vrije Zaterdag voor de arbeiders goed invullen, zodat ze zich niet met nutteloze hobby's gaan bezighouden. Nou, die arbeiders die kwamen niet bij die matinee op de Vrije Zaterdag. De culturele bovenlaag trouwens ook niet, want die zagen het helemaal niet zitten. Concerten voor arbeiders, daar moet je niet aan denken. Dus de eerste jaren, wat je vandaag ziet, is een bomvolle grote zaal. Daar zijn we echt de afgelopen 20 jaar, 30 jaar aan gewend geraakt. In het begin was dat helemaal niet zo. Het concertgebouw zat maar half vol en het heeft jaren geduurd, ondanks een populaire serie als de operette-serie bijvoorbeeld, dat de grote zaal hier gevuld raakte tot aan de nok. Het is een succes geworden, het heeft moeite gekost en de matinee heeft een eigen publiek gecreëerd. Nou, wat er nu gaat gebeuren is, en als u meekijkt vandaag op Cultura of op radio4.nl, op de webcast, dan kunt u zien wie hier binnenkomt in knalrood Colbert. Marcel Beekman, Leg de bloemen, meneer. Hi Marcel. Hallo. Nou, gefeliciteerd. Uitheigen, hoor. Ja, hijg maar even uit. Hier is een glas water voor je. Neem even een slok. Marcel Beekman zit dus nu tegenover me. Heeft gezongen in Lenos van Stravinsky. Is kind aan huis in de matinee. Voor het eerst in 2004, als ik me goed herinner. Je hebt onlangs nog voor de zomer in Rameau, Les Indes Galantes, gezongen. Je hebt Stravinsky gezongen hier een paar jaar geleden. Ja. Je hebt jarenlang in het Nederlands Kamerkoor gezongen. Nu heb je een solo-carrière die gaat geweldig. Je bent de muze van Calliope Tsoupaki, de Grieks-Nederlandse componisten die voor jou schrijft. Er zijn heel veel componisten die voor jou willen schrijven. En nu heb je voor het eerst Lenos, de boerenbruiloft, meegemaakt in die versie van Stephen Stuckey. Beviel het? Enorm, maar doodeng. Ik moet zeggen, dit was niet alleen de eerste keer dat Stephen Stuckey's bewerking in Nederland klonk, maar het is ook de eerste keer dat ik überhaupt Lenos heb gezongen. Is het zo? Ik ken het natuurlijk echt alleen maar van gehoord te hebben in concerten en vorig jaar nog in die andere versie met Theo Verbeij, met Peppy Wiersma, de slagwerkster. En Capelle Amsterdam. Wat is er zo eng aan Lenos? Als luisteraar. Eng, het is natuurlijk Russisch, ik lees niet eens Cyrillisch. Dus je moet echt met een taalcoach, en die had ik godzijdank een hele goeie, flink aan de slag. Er zitten heel veel snelle spreekgedeeltes in op het eind. En dan luister je naar opnames en dan zijn er natuurlijk allerlei mogelijke kleinere versies van Lenos. En dit is natuurlijk een Titanic die als een speedboot moet varen. Zo voelt het een beetje. Omdat John echt een heel temperamentvol, snel denkend en functionerend iemand is. Alle tempi vrij hoog neemt. Ja. En ons echt... Ik ben echt aan het uitheigen nu. Je bent echt buiten adem, hè? Ik ben een beetje buiten adem. Want het was echt bloedstollend, spannend, maar ook hartstikke leuk. Ja. Het was een soort draaikolk van kleuren en emotie en blijdschap en religie ook, want het zijn natuurlijk teksten die niet alleen maar gaan over, neem aan dat je het al hebt uitgelegd, maar dat het niet alleen maar boerenbruiloftsteksten zijn uit allerlei gedeeltes van de voormalige Sovjet-Unie, maar ook het Russisch-Orthodox zit er natuurlijk heel sterk in, hè? De heilige maagd, het laat je zegenen, de apostelen, iedereen wordt aangeroepen. Ja. Dus al die kleuren kwamen aan bod, maar dan in zo'n ongelooflijke sneltreinvaart. Je staat het te doen en je denkt echt van, oh, het is al bijna voorbij. En dat heb ik eigenlijk niet zo snel meer tegenwoordig. Ik ben al een tijdje bezig, als je weet. En dan, dan is dit wel echt een soort roes. Dat heb ik een hele tijd niet meegemaakt. Het voelt heel erg lekker. Het is een stuk dat opnieuw in de belangstelling staat, Lenos. Ja, er wordt omheen gelopen, ook omdat het zo'n hondsmoeilijk stuk is. Het is een ontzettend complex stuk met allemaal lage ritmisch. Alles lijkt door elkaar heen te fietsen. En maak daar maar eens een drinkbare soep van. Ja. En opeens zijn er nu een paar versies van Theo Verbeij en vandaag Stephen Stuckey. Ja. En er zijn meerdere opnames van. Ja. Wie was jij in deze bruiloft?
Er zijn niet alleen maar rollen die op één manier aan het woord komen. Het zijn natuurlijk allemaal citaten en teksten die opgemaakt zijn uit overleveringen. Of zoals Bartok ook deed. Hè. Die ging bij de boeren op bezoek en die haalde daar zijn melodieën vandaan. Stravinsky heeft geput uit bronnen, begin vorige eeuw. Van teksten uit allerlei mogelijke windstreken uit de voormalige Sovjet-Unie, zoals ik net zei. Maar het is niet zo dat als je één keer de bruidegom bent, dat je daarna niet ook net zo goed eventjes een apostel kunt zijn of een vader of een dronken gast op het bruiloftsmaal na afloop. Want dat is dan aan het eind van het stuk. Dat het een beetje ontaard in geschreeuw. Dus iedereen komt in verschillende personages aan bod in het stuk. En dat maakt het ook op een of andere manier best wel abstract. Het maakt dat je niet een rolverdeling hebt in de zin van een operavoorstelling. Want het was natuurlijk een ballet oorspronkelijk. Hè, dus één persoon is niet één rol. Snap je dat dit stuk door kenners wordt beschouwd als misschien wel het beste stuk van Igor Stravinsky. Ja, maar dat zijn dan wel de kenners die begrijpen waarom het donkerste roggebrood beter is dan een wit casinootje. Hij maar is niet kan lekker. Heel goed inkomen. Hij is niet lekker. Nou, hij is wel lekker. Ja? Maar ik hou toevallig van donker roggebrood. Dus ik begrijp je opmerking heel goed. Maar ik begrijp ook dat dit voor mensen die het stuk niet zo goed kennen of nog helemaal nooit hebben gehoord een enorme berg informatie is. Ook voor muzici zelf is dit heel veel informatie die je moet verwerken in een week repetitietijd of studietijd lang van tevoren natuurlijk, zoals wij dan doen. Dus voor een luisteraar zal het ook best als een lawine overkomen. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar ik hoop heel erg dat, en de reacties waren er wel naar, dat het een hele feestelijke lawine was met heel veel kleuren en heel veel sprankeling. Ja, dat en wat jij natuurlijk niet hoort, maar wat wij wel horen is voorafgaand aan deze bruiloft, hoorden wij de schepping van de wereld even langskomen. Die heb ik gehoord in de kleedkamer. Heb je de kleedkamer gehoord? Door de intercom. Ja. Wat prachtige combinatie. Ja. Dat de Mio-schepping, het oude scheppingsverhaal, en daarna komen die geliefden hier en krijgen we een bruiloft. En zometeen zitten we aan de zwarte kant, aan de grote kant van de samenleving. Ja, nou, ik moet zeggen, het viel mij op bij de klankrepetitie. Heb ik dus een gedeelte van John's een stuk gehoord dat na de pauze dan komt. En toen dacht ik in één keer, ik ken natuurlijk zijn opera's, Nixon in China, Death of Klingover, heel goed. De manier waarop hij zijn kleuren maakt en hoe hij dat orkestreert of laat orkestreren, ik weet nooit hoe dat werkt bij componisten. Vaak zijn het ook mensen die het voor hem doen, denk ik. Komt op een bepaald manier overeen met wat Stephen Stuckey heeft gedaan in Lenos. Dat is mij een paar keer opgevallen al eerder deze week. Dat kleuren zijn die misschien heel typisch zijn voor zo'n enorm grote bezetting. Want dat was het natuurlijk net. Maar ik vond het heel opvallend dat deze meneer Stuckey iets heeft gedaan. Waardoor ik zelfs dacht, hey, dit ken ik eigenlijk van John zelf. Is dit een Amerikaanse Stravinsky die je hoort? Bijna. Hier en daar, ja. Ik vond het een beetje neigen naar zonder denigrerend te zijn, naar Broadway-achtige elementen soms. En dat maakt misschien wel nog feestelijker. Ja. Ja. Marcel Beekman, dankjewel. Graag gedaan. Nu even echt uithijgen, ja, uitpuffen. Ja, lekker in mijn kamer. Dank je. En op naar een volgende keer, Lenos. Want dit zit nu onder je huid. Gebeiteld. Dit moet je nog een keer doen. In allerhande versies, hoop ik. Graag. Dank je. Alle goeds en tot gauw. Dank je. Zometeen na de pauze dus. John Adams zelf als componist-dirigent in City Noir. Een stuk dat mede op verzoek van de zaterdagmatinée is ontstaan. Straks de Nederlandse première. Om al een beetje in die sfeer te komen waar hij naar zocht in dit stuk. Hier een keuze uit Road Movies van John Adams. Violist James Ennis en aan de piano Andrew Russo. Thank you.
We hoorden een paar delen uit Road Movies van John Adams. Met tot slot het stuk met de leuke titel 40% Swing. Violist James Ennis en pianist Andrew Russo. U hoort het aan de zaal. De pauze loopt op zijn eind. We gaan naar de tweede helft van deze NTR Zaterdagmatinée. Het jubileumconcert 50 jaar Zaterdagmatinée. Voor een uitvoering onder leiding van de componist John Adams. City Noir, mede in opdracht van de Zaterdagmatinée geschreven. Het is vandaag de Nederlandse première. John Adams, Amerikaans componist en dirigent, geboren 1947. Radio 4 is er live bij. Op radio4.nl kunt u de webcast bekijken. Cultura is er live bij. Welkom terug na de pauze. En als u niet beschikt over het digitale televisiekanaal, kunt u altijd nog terecht op www.cultura.nl. Met de jaren lijkt de productiviteit van John Adams alleen maar toe te nemen. Eerder toe te nemen dan af te nemen, schrijft Elmer Schoenberger vandaag in de toelichting bij deze zaterdagmatinée. Ik zeg het er nog even bij. Het boekje kunt u downloaden via zaterdagmatinee.nl. In 2007 en 2008 klonken bij de Nederlandse première, Nederlandse opera en de matinée nog twee nieuwe opera's van John Adams. Dr. Atomic en A Flowering Tree. En dan denk je dat je het ongeveer gehad hebt en dan weet je dat hij alweer aan het schrijven is aan een nieuw orkestwerk. Vandaag gaat in première City Noir. Dat een onderdeel vormt van een drieluik waarin hij jaren gewerkt heeft. El Dorado en The Dharma at Big Sur. En vandaag dan met City Noir, een drieluik over Californië voltooid heeft, John Adams. City Noir is een titel die verwijst naar The City, naar Los Angeles en naar Film Noir. Die mooie jaren 40, jaren 50 movies. Maar het was niet zoals John Adams zei. Die movies of zelfs de soundtracks van de films die mij boeiden. Het was een boek of een serie boeken van Kevin Starr. Dat is een Amerikaanse socioloog, cultureel schrijver, antropoloog, die het Californische leven in de jaren 40 en 50 prachtig beschreven heeft. De stad als voorpagina nieuws, waar veelal geleefd wordt op het scherp van de snede. Een bron van goede verhalen en van mooie film noir, schreef Kevin Starr. Opvallend, John Adams zelf is geboren aan de Oostkust in New England. Is later verhuisd naar de Westkust en heeft daar de sfeer prachtig opgesnoven. En voelt zich daar helemaal thuis. En zijn muziek, als hij al ergens naar klinkt, is het denk ik echte Westkustmuziek. Verwacht geen soundtracks in deze symfonie in drie delen. Verwacht eerder een soort samengaan met jazz, zoals we al eerder hoorden aan het begin van dit concert, La Création du Monde van Darius Milhaud, niet voor niets gekozen als openingstuk bij deze zaterdagmatinée. Want dat, zegt hij, John Adams, is wel opvallend over het Amerikaanse westkust componeren en trouwens ook het oostkust componeren. Wat dat betreft geven New York en Los Angeles elkaar de hand. Dat symfonische muziek en jazz elkaar geaccepteerd hebben en elkaar een hand hebben gegeven en soms samen optrekken op het podium, zoals we dat in de muziek van Darius Milhaud en van George Gershwin horen. Nu de Nederlandse première van City Noir, een symfonie in drie delen. Jawel, de symfonie komt weer eens een keer langs. Een heel oude vorm die nieuw leven wordt ingeblazen met een Pacific Wind, om het maar zo te zeggen. Een stille oceaan, wind, een briesje en wie weet wordt het wel storm. Het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van John Adams. De Amerikaanse dirigent, componist die zo'n warme band heeft met niet alleen Nederland, niet alleen het Concertgebouw, maar met het muziekcentrum van de Omroep en heel specifiek het Radio Philharmonisch Orkest.
Thank you.
Dat was de Nederlandse première van City Noir. Gecomponeerd in 2009 door de Amerikaanse dirigent, componist, die vandaag voor de zoveelste keer te gast was in de zaterdagmatinee, John Adams. Geboren aan de Oostkust, maar hij heeft de Westkust van Amerika, de klank van Californië,
zich eigen gemaakt. En dat komt tot uiting in het sluitstuk van een drieluik rond Californische thema's. City Noir hier. Aan de ene kant herinneringen aan de jaren 40 en 50, de tijd van de film noir. Ook de tijd dat Los Angeles de stad zelf en het bruisende leven voorpagina nieuws was. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. En met jaloezie keken we naar de vrijheid van wat daar gaande was aan de westkust van Amerika. En ik weet niet of u het opviel, maar in het laatste deel hoorde je bijna de bruisende golven van de stille oceaan die eindigen op het immense strand van Californië. Hoge bruisende schuimkoppen waarover jonge stoere surfers heen en weer racen. Echt Amerikaanse muziek. Ik denk echt westkustmuziek. Het Radio Philharmonisch Orkest viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. En vandaag met dit jubileumconcert vieren we het 50ste seizoen van de, nu heet het NTR, zaterdagmatinee, maar begonnen in 1961 als matinee op de Vrije Zaterdag. Toen was dat een gebeurtenis van formaat, dat de matinee live op de radio kwam. Nu is het elke week zo. En om aan te sluiten bij de schreeuw om cultuur, om de handhaving, het behoud van die cultuur, hopen we dat het zo mag blijven. Groot omroepkoor, ingestudeerd door James Wood, eerder in Lennos, de boerenbruiloft van Stravinsky. De vier vocale solisten, waaronder Marcel Beekman, met wie ik praatte. Radio Philharmonisch Orkest, en moet je horen, wat een ontvangst. En ik denk, wat een gejuich, niet alleen voor het Radio Philharmonisch Orkest, maar voor het hele muziekcentrum van de omroep. Dit is een roep, een kreet om behoud. Het uitzinnige publiek hier in het Concertgebouw in Amsterdam. En natuurlijk centraal John Adams. De man die sinds 1987 een warme band met Nederland heeft opgebouwd. Toen was het zijn vriendschap met chef-dirigent Edo de Waard van het Radio Philharmonisch Orkest. Die twee hadden elkaar leren kennen in San Francisco, waar Edo de Waard chef-dirigent was. En door middel van Edo de Waard werd John Adams een wereldvermaard componist. Was hij toen niet in die jaren, en moet je nou zien. Geweldig grote componist, dirigent John Adams.